Als je tijdelijk ondersteuning nodig hebt, kun je voor hulpmiddelen terecht bij de zorgwinkel. Je kunt bij ons voor een half jaar gratis gebruik maken voor bijvoorbeeld een rolstoel, een trippelstoel, een drempelhulp. Kroeken uiteraard kun je bij ons lenen. En toiletverhogers, noem maar op. Er zijn zoveel dingen die je bij ons kunt gebruik van maken. Een ergotherapeut kan helpen om de hulpmiddelen te leren gebruiken. Wat wij doen als ergotherapeut is een ergotherapeutische intake, waarin we kijken van hoe gaan dagelijkse handelingen bij een cliënt. Waar lopen ze tegenaan? Wat gaat nog heel goed? Wat gaat wat minder goed? En gaan we die dingen oefenen? Of komen we bij de mensen thuis om een huisbezoek te doen en adviezen te geven rondom de inrichting of de veranderingen die ze willen doorvoeren bij hun thuis? Kom even wat hulpmiddelen ophalen voor de cliënt waar ik zo naartoe ga. Ja, en wat heb je nodig? Ik wil graag stel krukken meenemen en het toilet verhogen. In deze winkel kom ik om hulpmiddelen op te halen die ik met mensen wil uitproberen. Of ik heb wel eens afspraak hier met de cliënt om hulpmiddelen te bekijken of oefeningen te doen. Of ik meld mensen aan voor thuiszorg. Ja, of ik kom hier voor overleg met de verpleegkundige. Mensen kunnen gewoon naar binnen lopen als ze vragen hebben. Hulpmiddelen nodig hebben, daar zijn we voor. En je hoeft helemaal geen lid voor te zijn. Je kunt gewoon bij ons terecht en wordt allemaal geregeld. Met een tas omheen of gaat zo? We hebben heel veel hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een potenopener. En dan doe je daar bijvoorbeeld die deksel eventjes erachter en een beetje omhoog en dan gaat de lucht weg en dan kun je heel gemakkelijk de pot openen. En voor de mensen die bijvoorbeeld heel moeilijk uit de auto kunnen stappen, dat ze niet zo goed kunnen draaien, hebben we daar een draaikussen, een draaischijf. En dat is dus zo'n kussen. Ja, voor ons is dat heel prettig dat het lokaal gevestigd is. We hebben daardoor korte lijnen met de thuiszorgwinkel, maar ook met de thuiszorg zelf. Je kunt snel even binnenwippen om iets op te halen of om iets te overleggen. Ja, persoonlijk contact is toch altijd prettig. Gisteren heb ik een meneer gehad die problemen had met de uitvoer van dagelijkse activiteiten in huis. Die vraagt mij om mee te kijken van goh, hoe kan ik nou thuis nog het koken blijven doen. Hij gaf zelf wel aan dat het stukje langer staan voor hem een probleem is. Dus ik verwacht dat we richting een staalhulpmiddel of een aanpassing van de keuken gaan komen. Bijna alle dorpen of steden hier in Overijssel zijn wel ergotherapeuten werkzaam. Dus het is in principe even op internet zoeken of in de plaatselijke telefoongids kijken. Succes ermee. Dankjewel. Doei. Tot de volgende keer. Fijne dag nog.